Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We beginnen met de Europese weerkaart, waarop we een lage drukgebied zien ten westen van Ierland. En dat lage drukgebied zorgt voor zeer wisselvallig weer in grote delen van Zuidwest en Zuid-Europa. Vooral aan de zuidzijde van de Alpen gaat weer heel veel neerslag vallen. Verder is het ook behoorlijk wisselvallig op de Britse eilanden en in het westen van Frankrijk. En dat kunnen we goed zien als we alles in beweging zetten. We zien de regengebieden vooral dus over het noordwesten van Italië trekken, maar zeker ook over delen van Frankrijk en de Britse eilanden. De zwaarste neerslag valt echter steeds in het noordwesten van Italië. Bij ons krijgen we een enkel schampschot mee. Heel af en toe valt er wat lichte regen. Grote hoeveelheden worden in Nederland voorlopig niet verwacht. En een echte verbetering is op de weerkaart niet te zien, want ook vrijdag om 0 uur ligt er nog steeds een lage drukgebied ten westen van Ierland en komt er dus nieuw wisselvallig weer richting Europa. Kijk eerst even bij de Alpen, want daar wordt het echt weer bar en boos. Morgen flink wat regen en sneeuw. De meeste sneeuw gaat aan de zuidzijde van Italië, van Zwitserland vallen, in deze regio. Wallis, Aosta-gebied krijgt ook aardig wat. De Franse Alpen en het noorden van Zwitserland en ook de rest van Oostenrijk en Noordoost-Italië krijgen veel minder neerslag. In de Bijse Alpen schijnt morgen zelfs gewoon de zon. Sneeuwvalgrens ligt rond de 2000 meter, daaronder valt voornamelijk regen. En donderdag dan wordt het langzaam wat beter, dan trekt de neerslag naar het oosten weg. En de sneeuwvalgrens gaat dan wel even dalen. Vooral in de nacht kan die tijdelijk rond 1200 meter liggen, dus op veel plaatsen wordt het enige tijd wit. Hoog in de bergen blijft het koud en blijft het winters. In Nederland nog geen winterweer. We hebben vandaag te maken met wolkenvelden en zonnige perioden. Er is neerslag in de buurt, maar dat trok er vanochtend vooral langs de oostgrens en over delen van Limburg en de Achterhoek. Vanmiddag gaan we dat op wat meer plaatsen in Nederland zien. Enkel spatje dus vanmiddag in het zuidoosten en oosten langzaam uitbreidend richting Twente en dan misschien ook naar Drenthe en Groningen. In het westen en noorden de meeste zonneschijn. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar, 11 tot 14 graden. Vanavond zien we de bewolking dan verder toenemen boven het land. Kan op meer plaatsen wat motregen of regen vallen. Het is allemaal lichte neerslag. De meeste plaatsen houden het ook droog. Dus tijdens de lampionnenoptocht van Sint Maarten zal het ook in veel steden gewoon droog zijn. Temperatuur op dat moment nog 10 tot 12 graden. Halverwege de avond is het een graad of 9. Komende nacht daalt de temperatuur dan tot rond 7 graden. Ook dan kan er nog een enkel spatje vallen, maar de hoeveelheden blijven klein. Morgenochtend op de meeste plaatsen droog weer, van tijd tot tijd zon. In de middag zien we de bewolking weer dikker worden. Dan kan er opnieuw plaatselijk wat regen of motregen vallen. Temperaturen een graadje lager dan vandaag, 11 tot 13 graden. De wind neemt morgenmiddag af. Dan de verdere vooruitzichten. Nou, de donderdag wordt de beste dag van de week. Dan blijft het overal droog en zijn de flinke zonnige perioden. Vrijdag is het ook nog grotendeels droog, maar krijgt de zon het al wel moeilijk. Vooral later op de dag neemt de bewolking toe. In de avond kan er dan regen vallen. En de zaterdag, die lijkt ook wisselvallig te worden. Ook dan kan er wat regen gaan vallen. Kijken we dan nog even verder vooruit. Dan zien we dat de temperatuur voorlopig rond die 10 tot 12 graden blijft schommelen. Maar dat het in de nacht geleidelijk kouder gaat worden. Het is nog ver weg hoor. Maar de nachten lijken dus in de loop van volgende week mogelijk wat kouder te worden. Verder is er van winterweer in Nederland voorlopig nog niets te merken. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.